Ja, hier is Fussy weer en vandaag weer samen met Nando. Yeah. Welkom hier bij Vita Beast. Yo! Op NLV. Yeah. Ja, toch? Ondertussen zijn we wel teruggegaan. We hebben trouwens nog wat geharvest. We vonden trouwens Diamond. Dat wordt alsjeblieft nooit meer. Harvest vind ik mooier klinken. Ja, Harvest is eigenlijk meer. Voor mij is dat een boerenland, toch? Ja, dat je harvest. Een beetje een nerdtaal. Geharvest. Wie is hier nou een nerd? Hey, ondertussen heb ik trouwens wel de dingen even in de furnace gegooid. Ja, en we hadden diamonds gevonden. Maar anders... acht stuks, maar we hadden nog drie schijnbaar dus nog. Dus, maar ik ben natuurlijk level 33, dus ik ga eventjes een enchantment. Even enchantment. Ja, want dat lijkt me wel zo handig, toch? Wacht. Om met de gekke worden maar even door te gaan. Ja, inderdaad. We gaan dit wel afmaken in de boekkast hoor, want het ziet er niet zo mooi uit, zeg. Ja, we gaan gewoon afmaken, gewoon voor de gein, ja toch? Oké, ik heb nu een pickaxe. En dan gaan we gewoon dit doen. Hup! En wat is het? Wat? Silk Touch 1 alleen op mijn pickaxe. Hé, maar dat is goed. Toch? Ja, maar ik moet Fortune hebben. Komen er dan meer items als je zak? Nee. Ik weet het niet. Ik weet in ieder geval dat je Fortune hebben. Als dan een blokje hakt, dan wordt het zo'n compleet blokje. Dus als je diamonds hakt, dan wordt het gewoon niet zo'n diamondje, maar dan wordt het een zo eentje die je in de cave vindt. Dus dat is handig. Als je die dan meeneemt en we hebben dan een Fortune pickaxe, kan je die dingen allemaal neerzetten. En dan kan je die hakken en dan heb je heel veel. Dus stop hem in de goede... Ja, je snapt wat ik bedoel, hè? Stop hem in de goede pickaxe. Nee, dan doe ik hem in equipment, hè. Equipment. Ik heb een dingetje met equipment. Heb je ook pijltjes? Ja, maar als je boog hebt... Wacht, nee, als jij een boog hebt, twee bogen, dan kun je hem helemaal healen, zeg maar. Maar, ik heb dat. Ik heb er maar één. Oh, wacht, even trouwens over equipment gesproken. Ik heb hier paarden saddles, hebben we natuurlijk gevonden. Dus die ga ik ook even erin doen. En vandaag die moet ik daar even in. Ja, we gaan vandaag het land exploren, dus buiten. Hè? Ja, buiten. Gewoon, kijken of we een tempel kunnen vinden. Je ziet dat ik ondertussen wel meer waypoints heb gebruikt. Ik weet nou een beetje ook hoe alles daarin werkt eigenlijk. Als ik eerlijk ben. Bouw die dat niet doen. Ja, ik wist. Nee, ik moet je eerlijk zeggen. Ik had het ook nog nooit. Is het ook echt heel knap. Soms moet je gewoon iets uitproberen. Ja, dat klopt ook. Dat klopt ook helemaal. Even kijken. Ik heb trouwens zo'n hele stack met iron. Ah. Jezus. Cool. Moeten we nog wat meenemen? Op ons... Waarom hebben we geen pijlen? Nou, ik gooi ze altijd weg. Ik gebruik nooit pijlen. Met strings en hout. Als het goed is. Strings en hout. Volgens mij wel. Ik heb dan een... Toch? Oh nee, pijlen moet je met veren maken. Ja, ik heb er 5. Veren. Maar ik heb geen flauw idee hoe, als ik eerlijk ben. Maar je moet het in ieder geval met veren maken. Iemand neemt op met X-Split, dus die kan het ondertussen kijken. Oh, ja. Minecraft Wiki. Je kan niet zeggen als je een professionele Minecrafter bent. Echt zo'n MLG Minecrafter dat je nog nooit Minecraft Wiki hebt gebruikt. Ik geloof er niks van. Een MLG Minecrafter. Als jij even alle veren pakt, alle sticks en alle flint. Alle sticks? En ik heb er nog 2 voor je. Heb je dat dan? Gewoon even in de chest te kijken. Je moet gewoon hout. Veren, moet trouwens ook die sticks en flint. Veren? Ja, we hebben geen veren. Ik gooi ze altijd weg. Ik heb er 6. Ben je? Oh, je hebt er wel 6. Maar wat wil je dan maken? Ja, ga je dat maken? Eerst hier zaad. Maar één ding, we kunnen gewoon toch. Die veren, die kun je toch gewoon. Ja, daarom pak ik zaad. Dan kan ik ze eten geven. Wacht maar even, ik heb het zaad. Okay, zo fout. Ja. Vind je niet zelfs? Oké. Okay. Ik heb ze het zaad gegeven. Wat willen we daarmee ik doen? Ik heb ze het zaad gegeven. Vergeet trouwens even niet ondertussen een duimpje omhoog te geven voor onze vriendelijke vriend Shmal. Nee, voor ons. Voor ons. Maar het is een massa kanaal. We moeten ze steunen, ja toch? Het is gewoon een gozer, ja toch? Ja.
ik vind het aardig. Ik vind het super aardig, gewoon. Ja, ja. Jij niet? Natuurlijk. Ja, maar ze moeten ook duimpjes zo raar achterlaten. Zijn man die zit nu lui op zijn kont en ondertussen zitten wij dit op te nemen. Oké, ik heb 9 veertjes. Ja, maar... Jij hebt sticks en flint, hè? Ja, zoiets. Ik heb geen flint. Ik zeg maar, ik heb geen flint. En waar vandaan dan? Uit de kist. Ja, dat weet ik niet, want jij hebt alles verstopt. Ja, daarom. Ik heb het verstopt. Niet, dan kan ik het niet meer vinden. Ik kan het beter vinden als datering, zoiets is. Maar waar is dat flint nou? En waar? Nee, dan pak ik het zo eruit. Oh, hey. Hier is... Hier, ik heb wel gunpowder voor je. Hier, ik heb flint. 3. Ja, maar normaal gooien we die troepen altijd weg. Nou... Ik ben ondertussen een beetje proberen al mijn shit aan het regelen. Ja, maar ik heb hier. Er staat toch een naam op? Oh, Rock staat hier trouwens op. Dat... Ik wil even Rock erin doen. Ja, maar die namen lees ik niet eens. Nee. Nee? Gooi eens even shit. Die shit die ik net zei. Ik heb hier veren. Ja? Stick? Ja, dan? Ja, wat meer. Sticks heb ik niet. Oh, laat maar. Ik heb 39. Oké. Hier hebben we woed, hè, dus... Doe die rails erin, hè, trouwens. Nu je woed... Even kijken. Veertjes doe je onder. Ja? Sticks in het midden. Ja? En dan de flint boven. En dan heb je pijlen. 12 pijlen, holy shit. Dat is niet veel. Gravel. Heb je gravel daar zo? Gravel? Wat wil je met gravel doen? Jij gaat zien, Fish. Als ik ga het zien, jongen. Waar heb je de gravel? Wat is dit nou weer voor random kist in het midden? Ja, die ga ik zo zetten, ja. Ja, het is niet anders. We moeten gravel. Ruimte gebruiken. We hebben toch wel gravel? Gravel heb ik... hebben wij geen gravel. Iedereen heeft gravel. Ja, weet ik. Maar ik gewoon ineens dat soort shit weg, jongen. We hebben er helemaal niks aan. Yes! Oh yes, door. Ik heb een nieuwe flint erbij. Ja, door gravel te plaatsen. Wat is dit dan? Tree trap? Tree tap. Oké, okay, dan die doen we hier. Daar kan je hier equipment. Melken, weet je wel. Oh, oké. Okay. Oh, yes, woed. Ik heb weer een nieuwe flint erbij. En wat is dit? Silver. Volgens mij, ik ga boven. Nee, we moeten een kist hebben, eigenlijk, waar je de normale oor in doet. Eigenlijk, en waar je de aparte oor in doet. Vind je dit? Wat jij fijn vindt. bij mij echt dat is toch makkelijker? Oké, okay, ja, nou, ik heb al ons... Dus wat is het normale oor? Dit hoe heet dus... dat nou wat ik net zei? Flint? Ik heb even allemaal flint erbij gemaakt. Zo. Ik heb nu 28 pijltjes. Nou, dat is lekker. Oké, okay. Nou, dat is nice. Goud? Wat is normale oor? Goud, diamond? Goud, diamond. Ja. Dit is allemaal ander oor, hè? Oh, de glowstone is ook eigenlijk oor. Op adventure. Zo. Ja, inderdaad. We gaan wel op adventure, anders wordt het... Te lopen hier te kutten. Ja. Nou, waar ik heb. Oké, ik heb 28 wat. Welkom. Wacht even, achter. Oh, dit even erin doen. Zo. Ja. Oké, hey, wel rust, jongen. Ja, ik ben nu wel toe aan mijn bed. Ja, we slaan. Ja, oké, kom, we gaan. Het is, ja, wacht even. Oh. Even mijn inventory leggen. Zit ook gewoon in mijn bloed, hè. Ik ga niet voor niets rushen, nou. Even kijken. Iron. Gold. Huh? Tin, dat gaat weer terug. Redstone. Dan zit hij weer in zijn kisten te neuzen. Glowstone. Ja, maar ik wil gewoon alles... Ik hou echt van sorteren, jongen. Ik echt... Ja. Ik zeg niks. Rock, nou, obsidian. Weet je, dan maak ik nog even wat tools bij me. Ja, ik moet ook trouwens een... moet ook een axe hebben. Een gewone axe. Die heb voor ik. Hout. Heb ik. Oké. Okay. Nou, ik neem gewoon het iron even mee, oké? Ik heb alleen een zwaardje. Oh, heb jij een crafting table? Bij je? Ja, nee, toch? Nee, heb ik niet meer bij me. Waar heb je hem gelaten dan?
En je kan ook nog punch. Hey, zou ik punch op mijn boog zetten? Ik zet gewoon punch. Oh nee, we hebben geen dingetje. Hoe noem je dat? Ja? Nou, je weet wel hoe het heet. Ik pak even een. Ik heb er één bij me nu. Oké, kom, laten we gaan. Maar gaan we geen. Nee, kom maar. Oh, we hoeven niet we hoeven geen ding mee te nemen, hè? Een furnace. Rails. Waarom? Je geluid stond te hard. Rails. Nou, dan kunnen we gewoon alvast rails aanleggen. Maar rails wil je aanleggen? Waar dan? Ja, kom maar gewoon. Overal. Oh, maar we hebben. Die redstone rails hebben we niet echt nodig. Als we gewoon. Hij gaat toch gewoon heel sloom zo, of niet? Als je nou een karretje maakt, maak gewoon even een karretje voor de vet. Mijn kar. Ja. Leg we gewoon één hele lange rails die kant op. Oh, ging dat ook passen we dat later, passen we dat wel aan. Moet ik even kijken hoe we hem maken? Nou, ik moet even nadenken ook weer. Dit zijn niet de dingen die ik zeg maar gewoon dagelijks maak. Minecart. Je maakt het met aan de onderkant 3 iron. Dan aan de linkerkant 1 iron. In het midden zeg maar links. En aan de rechterkant in het midden rechts iron. Snap je het? Ja, gewoon zo. Ik wist het al. Ja, dat is oké. Het is bijna... We maken dan even 2, oké? Oh. 2 erbij dus. Oké. We moeten even kijken dat we niet over te veel bergjes gaan. Want anders maakt hij geen speed. En dan... Oké. Maar dat veranderen nog wel met redstone, weet je wel. Wow. Nou, dat gaat niet lukken hoor. Heen eroverheen. Hoezo niet? Is het traag? Dat lange stukje lukt wel, toch? Wacht even. Over de grond. Wacht even. Oh. Plaatsen! Oh. Nee. Oké, dan halen we dit weg. Oké, hier. Trouwens, hier. Hup! Oké. Ja, thanks. Oké, kom maar. Jij test het ondertussen, oké? We hebben trouwens ook, zie je bij mij, als je bij mij meekijkt, waypoint staan, mijn ingang, mijn shaft, laatste punt, zie je? Dat is het punt waar we eruit gingen, zeg maar, naar boven. We hebben expres even een punt gemaakt, want dan weten we waar we ongeveer zijn. En nu? Je gaat te snel. Oh. Huh? Glitch, zag je het? Ja, ik zag het. Ja, hier moeten we omhoog, hoor. Kunnen we helemaal niet omhoog? Hoe kan ik eruit? Shit, toch? Nou, dan loop je dat ketten met, dan denk ik, zeg. Ja, what the fuck. Ja, ik ben hem. Oh. Oké. Nou, het zal... Probeer eens hier overheen te komen, of dat lukt. Nee, dat lukt niet net. Oké. Hoe heette die andere rails ook weer? Redstone. Sequoia heet het, of niet? Ja. Nee, maar... Nee. Niet sequoia. Zullen we dit gewoon volgende keer doen? Ja, maar als we nu toch die kant op gaan. Ja, maar ja... Dat is anders is tijdverspilling. Anders moeten we de volgende keer... Hoe heet die rails precies? We kunnen gewoon dit doen, eigenlijk. Dit is nog beter. Nee, dat kost zometeen heel veel werk, wel. Als we allemaal heuvels over... Inderdaad. Hoe heet die rails ook weer, die andere? Redstone? Detector rail heb ik hier, maar dat was hem niet. Nee, heet geen redstone. Powered rail. Oh, we hebben gold nodig. Oh ja, dan moeten we dus helemaal terug gaan. Dus dat moeten we gewoon volgende keer doen. Laat dit helemaal maar terug. Ja, helemaal terug. Ja, ik wil doorgaan. Ik wil eventjes gewoon lekker exploren. Ja, is okay. Want we zijn al 10 minuutjes bezig met de aflevering. Ja, inderdaad. De aflevering wordt steeds langer. No, nice. Nou ja, vind ik niet zo nice, maar... Ik jumped even een gat in. Maar van die kant... Ja, dat is die onze kant... ingang, hè? Weet die je? Kant ben ik al een keer op geweest, hè? Ja? Waar we nu heen gaan, ja. Oh, yay! Oh, wacht. Zal ik hier even neerzetten? Ja, oh ja, die had ik al toen gedingest. Ja, maar ja. Diepe cave. Nou, we gaan hier gewoon helemaal rechtdoor blijven, oké? Want daar zijn we al geweest, of daar ben ik al geweest, dus... Maar je moet wel even doorrennen, want... Ja, maar echt... ik ben... Mag ik even eens een waypoint neerzetten? Slow! Hey, wacht, wat is dit dan weer? Laat maar. Ja, dat is ook een cape. Ja, maar dat... We hoeven niet 20 capes aan... Oh, skeleton spawner, hé. Daar gaat hij rechts even naartoe. Oké. Okay, nice. Die olie kunnen we weinig mee doen, hè, op dit moment, hè? Ja, dat hebben we nu niet nodig. Kom. Ik zou trouwens even ondertussen mijn energie aan rip. Als je even keihard gewoon doorsprint hier rechtdoor, want anders zijn we in een gebied waar ik al ben geweest, dus dat is ook nutteloos. Oké. Ik kwam toen helemaal daar vandaan, hè. Ja. Oké. Ik jump gewoon altijd een gat in hier zo weer. Oké, nice. Oh, je zit wel iron, zie ik daar trouwens.
Ja, maar ja, goed. Hebben we nou stacks voor? Precies. Het was echt dat we gewoon te weinig van dat soort shit hebben gewoon. Dat vind ik gewoon, weet je, dat is... Hier ben ik ook al geweest. Ja. Ik ben al heel ver geweest toen, hè. Ik heb er echt veren van, hè, trouwens. Dat is toen echt heel ver. Ja, weet ik maar. Ik heb nu al 28 pijltjes. Oké, okay, dan gaan we... Zo, je het aan je toetsenbord hoor. Kom je snel bij hem, nu? Ja, hier ben ik al geweest. Ik ben heel ver geweest, weet je. Oké. Toen jij zei van, kom nou terug. Ja. Toen ben ik heel ver geweest. Daarom kon ik ook niet zomaar terugkomen. Ja. Maar we moeten dus wel meer spullen vinden. Om gewoon echt andere dimensies in te kunnen. Ja, we moeten echt... Gewoon tempels en shit vinden. Hey, dat lijkt me echt vet, jongen. Als je een diamond dimensie. Gewoon alles een diamond. Dat is echt ziek. Maar het komt niet zo heel snel voor. Die zijn er maar wel, ik had dat, ja, ik had dat gezien in livestream. Holy shit, dat was madness, jongen. Overal, ja. Waar je keek, alleen maar diamond blocks. En gewoon van die dingetjes, weet je wel, als je ze hakt in de cave. Dat is dat gewoon echt unlimited XP ook. Weet je hoe snel je levelt? Ja, inderdaad. Ja, oké, okay, maar als je zover bent, dan heb je dat niet echt meer nodig. Dan heb je dat waarschijnlijk allemaal. Oké. Okay. Kom, loop eens door, man, Sloopy. Ja, sorry, ik ben niet heel erg goed in jumpen en zo. Ah, hier ben ik ook geweest. Ja? Ja, ja. Ik ben nog wel iets verder geweest. Ga gewoon helemaal ver... Oh, val in een gat. Val in je huis, val in je huis. Ja. Oké. Zo, hier zijn allemaal kippies. Ja, weet ik wel. Al die kutbomen staan in de weg, zeg. Ja, daar irritant lopen is het. Ja. Ja, het is niet anders. We moeten wel ook goed rondkijken of we toevallig een tempel zien. Ja, we moeten eigenlijk... In jungle kan je heel goed tempels. Ja, maar... Bij fietsen. Jezus, mensen. Kan je overal shit vinden. Hé, wat is dit? Wacht even. Wat is dit? Oh, we hebben iets nieuws. Ja? Blaze power. Wacht, ik kom even aan. Ik kom even aan. Rennen. Hey, je moet je geluid eens wat zachter zetten, want ik word soms echt... Nee hoor. Hier, kijk. Wel, ik word wel best wel hard. Hier, kijk. Hey, what the fuck. Trouwens, cactus is aan de handen. Hey, we komen trouwens hier in de... Je moet je geluid iets zachter zetten. Echt waar? Ik heb hem heel zacht. Ja, maar ik hoor soms... Oh. Echt waar? Ja. Ja, dat kan ik niet aan doen, denk ik. Oké, nou we gaan... Even kijken hoor, één momentje dan. We zijn nu alweer 800 meter van ons huis vandaan. Ja, wacht, ik ga eventjes een waypoint inzetten. Ik hou van waypoints. Het is desert namelijk, snap je? Eerst wilde hij geen waypoints neerzetten. En ja, nu wil hij alleen maar waypoints neerzetten. Ja, maar ik vind de desert is wel handig. Ja? Ja, maar nee. Ik weet niet of je dat echt nodig hebt. Dat vraag ik me af. Laat ik dit zeggen. Ik ben nog steeds echo. What the fuck? Ik heb geen echo. Nee, ik hoor mezelf echo weer. Dan moet je misschien jouw headset ook eens achter zetten. Oh, we gaan door. Nee, hak even dit paarse. Nee man, dat hebben we niet nodig. Wel, totem. Waarvoor heb je het nodig eigenlijk? Ja, dat weet ik nog niet precies, maar... Obsidian totem is dit. Het is wel obsidian, maar oké. Okay. Ja, en totem. Het is wel leuk dat ik op het kaartje jou kan zien bewegen. Ja, ik vind het leuk. Oké, okay. Kom. Hop. Vallen. Ja? Rem maar alvast door. Oké. Okay. Gewoon rechtdoor. Ja, ik ga gewoon verder. De savanne. Het zou leuk zijn... Nee, dit is desert. Bijna hetzelfde. Oh, hier, iemand had ook achtergelaten hoe je die dingen meenam. Die hier zo staan. Is ook een totem trouwens. Nou, hak hem maar gewoon. Iemand had achtergelaten hoe we deze dingen meenamen. Maar ik heb gewone niet... axe heb ik alleen maar. Deze een gewone iron pickaxe. Ja, ik ook. Kan je daar weg mee halen? Hé, ik zie daar wat. Ja, ik zie daar wat. Ik zie wat. Wat? Precies. Waar ben je? Hey, kijk wat ik hier heb gevonden. Een zwembadje. Waar ben jij naartoe dan? Kijk dan. Je ziet me toch. Ja, ik zie allemaal puntjes nu. Dat is heel irritant. Nee, ik zie je nu niet goed. Oh, wacht. Ik heb hier trouwens een... iets gevonden, hé. Waar ben jij nou? Hier. Waar dan? Nee, ik zie je ook niet. Waar ben jij heen gegaan? Glits. Ik ben ergens heen gerend. Nee, wacht even. Ik log even opnieuw in. Ik had een klein tempeltje gevonden.
Ja, hier heb ik een tempeltje. Ja, waar de fuck ben je? Hier ook. Oh, jij bent daar. Ja, zo'n zwembadje. Ja, ik heb hier ook een tempeltje. Jij bent 80. Ja, waarom ben je helemaal links gegaan? Je moest gewoon rechtdoor gaan. Ik zie jou niet meer. Nee, dat was ik rechtdoor. Kom naar mij toe. Nee, want nu kom ik dichter bij mijn huis. Oh, hier. Kijk. Ja, nu, ja, daar hier. Ik kijk, hier. Ik heb hetzelfde gewonden, maar dan verderop. Ja. Ja, maar dat is dus niks. Okay. We hebben één klein nadeel. Snel aan de linkerkant doen, man. Hé, hey, even één ding. We hebben één nadeel. Ja, maar niet. Het is donker. Nou, laat deze totem maar staan. We hebben genoeg. Oh, er komen spawn al. Ja, maar dat maakt niet uit. Komt goed. Wow, yo. Ga je nog dood, of wat? Een pakt vis die jat meer al mijn XP. Oké. Kijk, hier. Daar zo was ik. Zie je? Daar zo. Oh ja, inderdaad. Ja. Ik dacht dat die al... Wow, laten we nog even door de desert lopen, oké? De desert heeft geheimen voor ons, volgens mij. Dingen die wij nog nooit hebben gezien. Een desert is altijd handig. Nou ja, niet. Kijk, hier zo even die kijken. Lampjes. Dat is mysterieuze lampjes. Hé? Ik heb hier trouwens hier allemaal monsters. Nou, we kunnen wel killen, maar... Het is alleen maar irritant om de eten kutbeest te killen. Hier, kijk, hier is snow. Laat ze maar, kom. Dat duurt veel te lang als we de eten gaan killen. Nou ja... Hier is snow. Hier is snow bij hem. Van de desert gaan we gewoon meteen de snow in. Hij krijgt logica. Hoe zou dat kan gewoon. In Minecraft. Ja, en ondertussen zie ik aan de linkerkant zie ik allemaal tropische bomen. Ja, toch? Ja? Je weet toch? Minecraft. Oh, ja. Dit is trouwens een hele rare sneeuw bij. Ja, ook al. Dit is gewoon helemaal sneeuw, zeg maar. Oh, we gaan nu de swamp in. Swampy. Oké. Hey, hier is een gat met... Oh! Ik zie daar een... Hey, een witch house. Ja, inderdaad, een witch house. Hier is een dikke... Oké. Zet even hier je waypoint. Dus, kom eens. Er zit daar een dikke witch cave. House. Een witch house. Ja. En... Waypoints. Ik noem hem ook gewoon dikke cave. Ik probeer die witch te raken. Oh, die witch die komt naar ons toe. Ja, dat maakt niet uit. We gaan er gewoon aanvallen. Kom, we gaan er gewoon aanvallen. Oké, ja, ga maar alvast. Oh, hij gaat iets schieten op me. Pas op dat hij niet twee keer raakt. Hè. Dan ben je de sigaar. Wees, die wordt helemaal gedamaged. Pas op dat hij je niet twee keer raakt. Ja. Dat is je eigenwijs. Zit er nog wat in zijn huis? Ja, ik ga wel damaged worden, maar... Nee, in zijn huis zit meestal een crafting table alleen maar, hè? Ik zal eens even kijken. Ik heb zijn hele huis gemold. Hey, wat is dit? Hij heeft iets. Pas wel op bij mij raken, hè, eventueel. Oké, nou, ren maar gewoon door. Wat? Nee, ik ga nu healen. Okay. Ik ben net healen. Snap je? Ik heb nu anderhalf hartje. Ik had een half hartje. Ja, je hebt een half hartje maar, hè, door hem. Altijd. Dat is met die spider cave. Daarom word je in één keer dood. Oké, nu gaat mijn trillen gaat uit, een 2,5 hartje. Schaapjes, hier zijn schaapjes. Wow, heel veel schaapjes. Schaap. We gaan altijd richting terug trouwens, hè? Dat zie ik al hier. Huh? We gaan alweer terug. Ik zie dat we naar mijn waypoint zie ik weer in beeld komen. Dus we lopen terug. Jawel, serieus. Ja. In welke kant zie je je waypoint? Ik zie hem niet. Daar. Nou, daar zie je. Desert is dit. En daar is dikke cave, en daar achter zitten nog meer... We gaan nu weg van het huis, toch? Ja, we gaan nu weg. Okay. Ik wil wel zeggen dat we bijna 20 minuten aan het opnemen zijn. Ik heb een timer aan staan. Okay. Maar het explore duurt gewoon eventjes. We moeten ook de volgende aflevering gewoon weer hier zo beginnen. Ja. Anders moeten we weer helemaal terug, maar misschien niet op. Ik heb bijna mijn hartjes trouwens weer vol. Wat zie je? Hier ben ik al geweest, volgens mij. Zie je nog achter me? Ja, ik zit wel achter je, maar ik loop ineens een boom op. Ja, ik sprong over die boom heen.
Ja, even kijken. Als je survival map. Kijk, hier zijn ook allemaal bomen. Die zijn heel laag, dus daar klim je gewoon in. Zo al die gekleurde boompjes. Oeh. Je hebt ook speciale biomes hier, als het goed is. Ik vind het nog best wel redelijk meevallen met monsters, trouwens. Als ik eerlijk ben. Valt me een beetje tegen wat we hier tot nu toe vinden. Helemaal niks. Ja, op die vuur. Helemaal niks. Ik vind hier een koe. Ja, ik ook. Dat wel. Maar die koe ga ik killen. Ja, killen. What the fuck. Oké, ik ben weer in een nieuwe desert. Met heel veel monsters hier zo. Oh, angry zombies. Ja. Ja? Ja, allemaal koeien, man. Allemaal koeien! Allemaal koeien! Oké. Oh, waar ben je nu? Door. Ja, maar nou ben ik je kwijt. Je moet even kijken, hoor. Kijk maar op die kaart. Nee, ik zie je niet. Nergens. Gewoon rechtdoor lopen. Oh, ik was mijn zwaard kwijt. Je moet gewoon rechtdoor lopen. Ik zie al desert. Ja, ik word achterna twee door monsters. Je moet die monsters gewoon skippen. Dat heeft geen nut. Nee. Ik ben je kwijt. Nou, zullen we dan de aflevering afsluiten? Dan zoeken we elkaar zo op en dan beginnen we de volgende. Ja, we gaan elkaar even opzoeken en dan zal het wel helemaal goed komen, joh. Ik heb hier al een zombie. Okay. Nou, die kill ik nu even. Ga je het afsluiten? Hé! Hey! Die staat vast! Die zombie. Huh? Zou ik het afsluiten? Ja, jij slaat. Oké, nou, ik ga de aflevering afsluiten. Let er van me een blauw duimpje achter. Ik zit ondertussen te kijken of vis zie. Ik zie vis niet. Let er van... Oh. Oh. Vandaar. Wat wel? Ben je er ook uitgegooid? Ah, de server ligt eruit. Nou, dan kunnen we sowieso niet verder. Nou. Let even allemaal een blauw duimpje achter. Geef geen comment achter tot later als je een goed idee hebt. En te abonneren op NLG Minecraft. En de bezuiniging te checken voor onze kanalen. En dan zien we jullie in de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Bye bye.